Welkom bij Appartement TV. We staan op de Zeedijk in De Haan bij de residentie Mayfair om een reportage te maken over een renovatie. Ik ga erover praten met Gilles Lambrechts van Soprema. Welkom terug bij Appartement TV, Gilles. We hebben elkaar al vaker gesproken, maar toch even nog ingaan over op wie zijn jullie, wat doen jullie? Wel, wij zijn van Soprema, waterdichtingsfabrikant en isolatiefabrikant. En wij leveren als eigen producent ook uiteraard de waterdichtingssystemen voor onder andere de terrassen, balkons en parkeerdaken voor aan onze klanten. Jullie hebben ons getipt over deze residentie, omdat dit eigenlijk een project is dat al jaren loopt. Ja. Hè, ook van voor jullie erbij betrokken waren. En we hebben het al vaker gezien in dit soort verhalen, dat het dan een kwestie is van oplossingen vinden. En vooral ook het vertrouwen vinden. Hè. Hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Wel, zoals je zegt, het is een residentie waarbij het verhaal toch al enige tijd teruggaat. Een aantal jaar geleden zijn we hier ook mee in betrokken geweest door de toenmalige architect ook wel. We hebben er ook mee als Soprema zijnde onze visie hierop gegeven. En zijn we dan mee in het traject ook gestapt. Dus dat wil zeggen ook plaatsbezoeken, beschrijvingen geven hoe dat wij de beste oplossing ook wel zien. En dan vervolgens natuurlijk ook in samenwerking met de architect en het studiebureau om dan tot een concrete oplossing te komen. Ja, het is altijd opvallend hoe jullie als leverancier eigenlijk toch heel dicht betrokken zijn, nauw betrokken zijn bij de loop van het project. Is dat belangrijk? Absoluut, ja. Wij willen natuurlijk zorgen voor een goede afloop van het project. Het moet letterlijk waterdicht zijn. Ja. Moest er dan toch iets mis mee zijn, dan willen we ons daar natuurlijk ook zeker van vergewissen dat dat niet gaat gebeuren. In die optiek natuurlijk ook onze klant, onze uitvoerder, daarmee te beschermen. En het is natuurlijk in ieders voordeel om een mooie waterdichte referentie te kunnen afleveren. Gilles, syndici zeggen mij dat het niet alleen belangrijk is om goede producten en goede bedrijven te vinden, maar vooral om dat werkgroep bij elkaar te kunnen brengen, om het vertrouwen te krijgen. Dit is een project dat al een aantal jaren loopt en je moet dat geduld blijven opbrengen, ook als leverancier. Je moet er blijven in geloven. Hè? Absoluut, absoluut. Ja. We moeten natuurlijk ook meer investeren dan puur de verkoop van de producten die wij uiteraard als commercieel fabrikant wensen te doen. Het product is de bedoeling natuurlijk dat het ook een lange levensduur gaat hebben. Correcte plaatsing daarvan en een correct vooradvies is daar essentieel in. En als we daar natuurlijk in mee kunnen assisteren, dan... En de tijd, de techniek evolueert, maar de tijd evolueert ook. Krijgt nu ineens de energiecrisis. Ja. Dit is een gebouw met een typische opbouw. Dat heeft voor jullie ook de zaken een beetje in een andere richting geduwd, denk ik? Ja, dat klopt. Het is een gebouw gebouwd eigenlijk in een soort van piramidestructuur. Elk terras is het tak van de woning die eronder zit. Moest natuurlijk bijgeïsoleerd worden. Uiteraard zijn er wel evoluties geweest in de kwaliteit van isolatie. Maar we waren hier natuurlijk ook al beperkt in hoogte dat we konden gaan eigenlijk met ons isolatiepakket. Aangezien de ramen natuurlijk op dermate hoogte stonden. Maar we zijn er dan toch in geslaagd om zo maximaal mogelijk te gaan isoleren. En om plus natuurlijk ook tegen de bestaande silexdallen, die het mooie uitzicht van het gebouw toch wel typeren, perfect te kunnen aansluiten met een vloeibare waterdichting van Soprema. Zodanig dat we zowel het geïsoleerd pakket met een zeer goede waterdichte oplossing kunnen gaan combineren. En ben je tevreden van het team wat ze hier gepresteerd hebben? Absoluut. Zowel het studiebureau Borms als de uitvoerder zelf, Finishing, hebben een zeer fijne samenwerking hier mee kunnen verwezenlijken. En je hebt mij ook gezegd, de betrokkenheid van de syndicus met het technisch dossier is ook belangrijk. Hè? Absoluut. Het was zeker, de syndicus Agence du Coq is zeker wel een bureau dat zeer fel begaan is, ook met de technische kant van het verhaal. Op die manier kan je natuurlijk ook wel het beter overbrengen aan de bewoners zelf, dat zij daar ook wel een soort van ontzorging in hebben, dat het dossier goed wordt beheerd. Dat er een syndicus is die de juiste partij bij elkaar kan brengen, om dan uiteindelijk tot een mooi resultaat te komen. Oké. Okay. Bedankt, Gilles. Inderdaad, de wind steekt op. Dus het einde van onze reportage hier vandaag in De Haan. Maar we zullen er zeker en vast nog veel zien, want veel gebouwen aan de kust en in het binnenland, appartementsgebouwen, zullen die technische teams nodig hebben om die renovatieprojecten tot een goed einde te brengen. Wij gaan het al sinds blijven volgen en we nodigen iedereen uit om dat ook te doen op onze website www.appartement.tv. Dank je.